dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik sta hier op de meet and greet. En het is super gezellig, we ontmoeten heel erg veel leuke fans. En ik heb nu zojuist iets gekregen. Dit is zo, zo ontzettend geniaal. Want het gelato shirt, van die van jullie? Ja. Ja, toch? Ja. En even kijken, ik heb hier een kaartje gekregen. En er staat ook wat leuk om te zien dat jullie het spel keer op keer zo vaak spelen. Die we jullie gaven bij de meet and greet op 15 oktober in Zeeland. Hierbij nog wat spellen om de kast aan te vullen. PS en zo scan de QR-code. Dus ik scande de QR-code en dan krijg je dit te zien. Check eens eventjes. Tomatenplukkers. Oh geniaal. My god. Ja, dat is echt grandioos. Dat is echt geniaal. Dus die gaan we eventjes aandoen. Kijk dan. Tomatenplukkers. Let's go. Echt leuk, echt leuk. Dat is jonger bij haar. Dat is echt, ja, echt. Bijna wel, ja. Echt geniaal. Dus nu hebben we gelato. En tomatenplukkers. Ja, echt leuk. Ja, echt geniaal. Perfect. Echt hard. Hoppakee. Cool, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Super lief. Alsjeblieft. Dankjewel. Echt lief. Ja, geen probleem. Dankjewel. Myron. Nee. Wat? Wat gaan we doen? Wil je voor me filmen? Ja, wil je even. Oh, je sloeg me in mijn buik. Ik bedoel, je sloeg me op mijn sixpack. Oké, klaar. We hebben zojuist eventjes pauze gehad. En vanochtend was echt super gezellig. Heel veel leuke mensen ontmoet. En als het goed is, als we hier overheen kijken, dan zien we de volgende groep die voor vanmiddag komt voor meet and greet. Can I get a hiya? Hallo! Oh joh, je bent gek man. Gaat het daarop staan? Alles goed met jullie? Yeah! Hoppa, zonnetje schijnt. Dikke vette. Yeah! En een crew. Yeah! Let's go. Wie komt er allemaal voor de meet and greet? Yeah! Oké, ik ga naar binnen. Ik zie jullie zometeen. En dikke vette. Oké, nu ga ik er snel vanaf voordat ik eraf val. Doei, tot zo! Jong. Wow, jij hebt weer vette foto's gemaakt. Ik maak altijd vette foto's van jou. Echt ongelooflijk. Oh, hij is weg. En nu is het klaar met jou! En nu is het klaar! Stop! Waarom? Nu is het klaar met jou. Jij doet al de hele ochtend vervelend. Nee, jij! Ik leg je in de beek. Nu kan je niks meer, hè? Nee. Nee? Nu kan je niks meer. Ja? Ah! Zit hem aan! Klaar! Nee, ik kan niks meer. Kijk, mijn broek gaat uit. Echt? Stop, ik heb een wit shirt aan. Stop! Klaar. Oké. Bedankt voor het veel mensen mee. Oké, we gaan weer beginnen, dames en heren. Let's go! Daar zijn we weer, dames en heren. We zijn heel eventjes in Zeewolde. Gisteren ook al naar de meet and greet. Maar we komen hier gewoon langs als we naar huis gaan. En we hebben even wat meegenomen voor de kids. En dat komt niet van ons eerlijk gezegd, maar dat komt van jullie kijkers. We hebben wat cadeautjes meegekregen die we aan de kinderen konden geven. Super lief. Ik heb geen idee wat erin zit. Weet ook niet of ze het leuk vinden. Maar daar gaan we achter komen. Dus we gaan even hier hallo zeggen op de zaak van Shahid. En de meet and greet was echt weer sick. Ik heb echt prachtige lieve mensen ontmoet. Heel erg bedankt voor de cadeautjes. Bedankt voor überhaupt het kijken naar mijn video's. Er waren weer mensen die gewoon echt vanaf dag 1 al de vlogs kijken. Echt bizar. Sommigen die zijn dan nu op een leeftijd van 18, sommigen zelf op een leeftijd van 22, 25, 29. En die kijken dan echt al bijna 10 jaar de vlogs. Ja, dat is gewoon echt super bijzonder. Dus het is gaaf om dan even de kans te krijgen om met de mensen te praten. Dus het was echt fantastisch. Echt genoten. Nou, laten we eens even kijken waar de rest is. Hey, what the heck? Maat. Ben je naar een wedstrijd geweest? Ja. Hoe was het? Leuk. Goed. Even op bureau hier. Hoe was het dan? Hebben we FC Utrecht gewonnen? Nee, 1-1. Oh, 1-1. Tegen wie moesten ze? Feyenoord. Oh, dat is ook wel moeilijk. Ja. Hebben ze netjes gedaan? En aan het einde was het 10 minuten verlenging. Zo, dus dat was wel spannend. Ja. Mooi man. Eentje moest gehecht worden. Echt? Ja. Was zo'n felle wedstrijd. Hij is naar een voetbalwedstrijd geweest, lachen. Nou, wat hebben we allemaal gekregen? Zeker. Oh, make-up kan ik zien. Dat vind jij... Zat dat er allemaal in? Ja, ik had geen idee. Ik heb van kijkers gekregen.
Zo! Wow, maar hij is blij, hè? Kijk eens even. Hoi, nou, achterop. Nee! Zo, ik ken jou al zo lang, ik heb jou nog nooit zo serieus aan de tekentafel zien zitten. Nee, nee, dus dat is geen goed teken. Wordt het een mooie badkamer? Nee, ja, dat... We zullen even kijken op grote badkamer. Ook zomaar die... Ja, lekker. 20, bij 3 meter 40. Ja, Sjiet, weet wel wat hij aansmeert, ja. De grootste tegels, het liefst. En die ook het moeilijkste plaatsen zijn. Ja, zei je dat? 1,20 bij 2,80 over. Wij zeiden ook, van dat vinden wij mooi. En toen zei hij, is wel moeilijk te plaatsen. Ja. Ach, hij is ook. Hun en wij moeten nu nog wachten totdat ze geplaatst worden. 6 weken uitgesteld. Ja, maar, ik heb daar wel mijn Poolse vrienden hoor. Ja. Ja, wij niet. Maar dat wordt wel gefixt. Maar ze zijn wel echt... Oh, jij neemt ze ook? Ja, ja. Ze zijn wel heel kik hoor. Want anders hebben die lijnen nu gewoon één groot geheel, zeg maar. Ja, ook een schoonmaak zo fijn als... Ja, Zo, volgens mij ben je blij, Luciano, of niet? Nee. Nee? Hoezo niet? Ja. Jawel toch? Was een grapje, of niet? Ja. Nice. Ik heb meteen al aan doen, hoor. Kijk toch. Dat ik de regen mogen gaan. Even foundation, of niet? Nou, voor de kijkers die dat gegeven hebben aan de kids, echt super lief. Echt heel erg leuk, dankjewel. Ik ben in een ring huilen. Maar dan we gaan ook in de lift. Oké, ik heb geen idee. Ja, Maatje, geef eens een handje. Ik heb geen idee wat je zei, maar ik vind je wel heel lief. Nee. Nee? Jawel. Jawel, hij zegt dat vaak. Hij zegt nee, jawel. In de lift. Oké, ik zet de camera hier neer. Zo. Je staat op 20. Wat jullie, we gaan beginnen. Oké, kom maar allemaal hier achter mij staan op de trap. Nee. Kom je ook op de trap staan? En, dan en jullie gaan hier de trap verstoppen. Ik tel tot 20. En als er 20 is, ga ik jullie zoeken, ja? Wij en Milana gaan de hele tijd in de lift. Oh, goed dat ik dat weet. Maar de tikker mag wel in de lift. Tikker mag wel in de lift. Maar de verstoppers niet. Nee. Oké, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. Ik kom. Oké, dan gaan we dames en heren. Ja! Hallo, waar zijn jullie? Joehoe! Wie ligt er in bad? Oeh, ik zie niemand in bad liggen. Oh, Dikkie! Ik had zo'n voorgevoel dat iemand in bad ging liggen. Ik wist het gewoon. Nou, gaan we even verder kijken. Milana en Virginio. Even kijken. Is er iemand toevallig ergens bij de toiletten? Laten we eens even kijken bij de toiletten, dames en heren. Zit er niemand hier te poepen? Hier zit Milana. Denk je dat? Ja. Ga eens kijken dan. Huh? Er zit niemand hier. Kom, ik hoor iemand. Ik hoor iemand. Daar. Kom, dit is het kantoor. Ik hoor iemand. Er zit niemand te poepen, hè? Nee. Nee? Kom, we gaan verder kijken hier. Ik denk dat er iemand hier in dit gedeelte is van het gebouw. Hier in het donker misschien? Nee? Wie maakt een geluidje? Wie gaat er een geluidje maken? Is hij daar? Nee? We komen eraan. Luciano en ik gaan jullie vinden. Als je durft, maak een geluidje. Ik hoor niemand, hè? Nee. Nee. Hier even doorheen kijken. Hier. Zitten ze hier, denk je? Nee, hier zitten ze ook niet. Verder kijken. Hierboven. Zitten ze hierachter? Nee, ook niet. Hieronder. Ook niet eronder? Nee. Misschien hier om de hoek, bij de douche. Nee, zit niemand op het toilet? Hier. Misschien daar achter, bij de douche, om de hoek. Nee. Nee? Maar daar kan je wel zitten. Daar kan je wel zitten, ja. Hier. Nee. Oh, hier misschien om de hoek. Nee, ook niet. Zo, ze zijn wel heel goed verstopt, zeg. Nee. Wat is ze? De lichten zijn uit. Nu gaan ze aan. Maar ze moeten... Oh, ik zag iemand beneden. Kom, ga beneden. Ga naar beneden. Ja. Er is iemand volgens mij verwisseld van plek. En ze kunnen maar wachten. Jawel. Ik zag iemand redden. Oeh, ik kom eraan. Hallo, hallo. Hallo. Oh, hier. Oh, er bewoog daar iets. Kijk eens in die twee deuren als je wil. Oh, dat is verdacht. Dat is verdacht. Er zit iemand volgens mij op de toilet. Ja, hè? Ja. Ik denk het ook. Volgens mij zit Virginio op de toilet. Ja. Wat zeg je? Mag ik een pietrol uit? Of moet
Mag ik ook 10 seconden uit? Ik moest even snel plassen. Ja, ja, ja. 1, 2, ja! Gevonden, Virginio. Nu nog Milana zoeken, inderdaad. Even kijken, yes. Ik hoor ook iemand. Kom, ga via daar naar boven. Via daar. Via de lift? Ja, gewoon via de lift. Hij was hier als laatst beneden. Ja, kom, dan gaan we met de lift. Want ze was daar in het bad. Oh, nu mogen we met z'n drieën zoeken. Druk maar op de knop. Ja, want de lift... Oh, nee, ze is niet met de lift. Ja, misschien wel, want hij was eerst beneden. Maar je hoorde iemand lopen net, hè? Ja, Milana stampt echt hard. Ik hoorde iemand stampen, ja. Die rende daar. Zo, gaan we dan met de lift naar boven? Ja. Oké, gaan we Milana pakken, hè? Milana. Ja, dat is de laatste. Kijk, hier naar boven. Oh, hoor je dat? Hoor je dat? Als hij boven komt, dan gaat hij kraken. Ja? Ja, dan gaat hij een beetje kraken. Misschien weet ze dat hij nu met de lift naar boven gaat. Hoor je iemand? Dat is Milana, sowieso. Milana is hier. Oh. Ik dacht, hij gaat kapot. Milana! Ik hoor het. Hoorde je iets? Ik hoor. Hoor je daar wat? Ja! Ga kijken. Ik hoor daar iets. Hoor je daar iets? Ga kijken dan. Ze is daar niet? Volgens mij hoorde ik haar eerlijk gezegd. Zit ze hier niet onder? Ik denk dat ze in een bad zit. Hier? Gevonden! Ja! Ik heb jullie allemaal gevonden. Jij was met de lift naar boven gegaan, hè? Nee! Nee, ze was niet met de lift naar boven gegaan, maar ik heb jullie allemaal gevonden. Kijk, hoppakee. Maar is het in die andere botten? Jij zat in het bad, hè? Ja, we hoorden jou stampen boven. Ja, ik was beneden. Ja, ze was hard aan het stampen, hè? Wij hoorden jou beneden stampen. Wie gaat hem nu zijn? Luciano. Maar Virginio was niet geweest. Nee, maar wil jij hem zijn dan? Jij was als eerst gevonden. Tik. Maar wil jij hem zijn dan, Virginio? Jij bent de oudste. Ja? Oké. Ja, ik ben de oudste, maar na mij ben jij de oudste. Tot hoeveel ga je tellen? Tot 20? Ik tot 20. Oké, gaan we tellen tot 20 beneden. Ik kan niet meer rennen. Oké, doe maar. Ga je even stoppen? Doe maar. Ga maar even stoppen. Goed zo. Waar gaan we stoppen? Gaan we hier even stoppen? Hier. Waar dan? Hij komt eraan! Nu alleen Luciano nog. Tik. Oh, die zag je ook. Ik hoorde hem praten. Kijk, hierboven zit niks. Nee, dat is waar. Nou, heb je hem snel gevonden. Ik ben af met kruipens. Wil jij er nu zijn? Ja, ik... Oké, we gaan verstoppen. Oké, ik weet een plekje. Ik weet echt een leuk plekje. 18, 19, 20! Ik kan ook een bad op de kop zetten. Ik kan ook in deze. Ja, die is te zwaar. Even kijken hoor. Kijk, waar kan ik die camera neerzetten? Ja. De camera? Ja, hier. Ja. Ik
Vind je goed kijken? Ik heb daar misschien aan. Ja, je moet even helpen, Milana. Wat is er dan? Daar zitten ze onder. Maar die is niet zo goed, die kapot dat bad. Dus daarom zit hij op de kop. Nee. Jawel. Nee. Ja, ik zou ook wel helpen. Zwaar. Ja, wel zwaar. Helpen. Zwaar hoor. 1, 2. Ja. Ze hoort Luciano ook nu. Deze. Ja! Laat me tikken! Ja! Tikken! Nooit gedaan hoor. Heb je Luciano al? Ja, iedereen gedaan. Dus je hebt iedereen gevonden? Ja. Geniaal. Onder dat bad had ze niet zo snel gevonden, nee. Denk ik. Maar je hoorde mijn geluidje of niet? Nee, want kijk, ik zag dat deze bad onder je kopen. Maar eerst was hij wel. Is dat was echt mooi. De eerste keer dat ik ging zoeken, toen zat Luciano lag in dat achterste bad echt? Op zijn buik zo. Oh. Ja, dat was echt schattig. Ik had al zo'n gevoel, iemand ligt in het bad. Luciano moet het nu zijn. Luciano moet niet zoeken. Luciano is er nog niet geweest. Jij ook niet. Blijf jij bij hem? Daar. Ja? Oké, ga je dan ogen dicht doen en dan tot 10 tellen, dan gaan wij even stoppen. Ja? Dan gaat Mario met jou meelopen. Ga maar hier staan en heel hard tellen. Tot 10. Hier. Ja. 10, 9, 8, 20, 10, 11, 12, 13, 14. Was dat van 10 tot 0? Ja. Goed zo. Oké, ik ga me hier verstoppen. Ik ben benieuwd of ze mij gaan vinden. Doe maar. Ga maar zoeken. Ze was net hier gelopen. Was Milana hier gelopen? Ja? Hij komt eraan. Oeh, dan zou ik even goed om je heen kijken. Ik ben benieuwd of je mij gaat vinden. Nee. Nee? Echt. Andere gang? Hier? Daar zit de deur open. Oh, moet je daar kijken? Dan hebben wij dat gedaan. Maak een geluidje. Ze zijn ook niet hier. Nee? Nog een keer zeggen, maak een geluidje. Maak een geluidje. Overal kijken, in elke badkamer kijken. Ja, zo heen moet verder. Ik denk hierheen, ik denk daarheen. Ja, hier. Ja, hier. Goed zo, maatje. Ga ik eens zoeken? Nou nog voor Gino en Milana. Nou, verder daarheen. Hij wil met de lift. Nee. Maak een geluidje. Zoeken ze zijn ergens. Zat jij daar? Ja. Oh, kijk, die is glijbaan. Die is mooi. Glijbaan. Ja, klopt. Cool. Maak eens een geluidje. Beneden, denk ik wel. Ik denk dat hij beneden. Oh. Weer daar. Ik denk daar. Ja, we moeten even kijken. Doe maar beneden. Ga maar beneden kijken. Ik ga boven. Maak een geluidje. Virginio, maak eens nog één keer een geluidje. We zijn boven aan het zoeken. Ja, mooi.
Oh, je maakt een muizentrappetje. Ja, ik maak een muizentrappetje. Dus ik weet niet of jullie dit altijd deden, maar... Ja, dat is echt... Ik maak zo'n muizentrappetje. Ik ga hem helemaal maken. Kijk! Hier. Ik kom erin. Lekker geluidje. Lekker geluidje. Nu weer boven rennen. Ja, hij gaat van overal... Hij rent elke keer overal heen. Ja, hij rent boven. Hij is sowieso weer boven. Hij is sowieso weer boven. We kunnen ook gewoon nu niet meer gaan zoeken. Ja, boven! Ja. Holy shit! Holy shit! Ik zag hem! Go, 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 go! En naar boven, snel! Hij is hier ergens. Maak eens een geluidje! Ik denk dat hij weer beneden is, eerlijk gezegd. Virginio, maak eens een geluidje! Hij is op. Hij is wel boven. Hey, we zijn beneden aan het zoeken. Ja, goed zo, goed zo. Oké, en nu helemaal naar achter. Rennen naar achter. Daar is hij. Aan de andere kant. Rennen. Daar. Hier. Kom, rennen. Ik denk dat hij in het kantoor is, eerlijk gezegd. Hij is niet hier. Hij is hier ergens. Hier was hij geweest. Sowieso, de deur was open. Virginio, maak eens een geluidje. Niemand. Wat doet Virginio? Maak eens een geluidje! Oké, je moet nu op de plek blijven waar je verstopt zit. Je mag niet meer verplaatsen. Beneden? Oké. Hij moet ergens hier beneden zitten. Dat moet. Maak eens een geluidje, Virginio! Zo klop. Hè? We zijn boven aan het zoeken. Die weet het zo mooi te verbergen. Even nadenken, zijn we boven of beneden? Ja, maar daarboven zijn we al geweest. Hij is er niet. Is hij daar niet? Ja, maar ik hoorde wel iemand schreeuwen. Ik hoorde Shaman wel praten. Zo. Hij is boven. Ga maar naar boven. Ja, wachten. Ja, ik ga wachten. Ga maar naar boven. Sowieso zijn ze hier. Mami, laat maar zijn. Ja, maar we zijn met z'n allen aan het zoeken naar jou. Ja, maar Milana zei dit het voor. Nee, maakt niet uit. Je hebt het goed gedaan. Weet je hoe lang we naar jou op zoek zijn geweest? Je bent de beste in verstoppen, hoor. Toen jullie daar aan het filmen waren, was ik gewoon naar Milana te rijden. Echt? Dus jij wist het al? Ja! Oh! En toen zei ze, ik zie hem! Jeetje, wij maar zoeken, joh. Zo, we hebben lang gezocht, hè? Huh? Luciano! Luciano, telefoon. Sinterklaas aan de telefoon. Hoi, Poep. Hoi, Poep. Wat? Nee, dat mag je niet zeggen. Dat vind ik ook. Hey, wil jij nog wel cadeautjes volgend jaar? Dat krijg ik wel. Oh, weet je wat zeker? Oh, moet Luciano dan heel lief zijn? Oké, ik ga het dan hem doorgeven, ja? Nee. Oké, jij moet heel lief zijn. Nee. Jawel. Nee. Wat zeg je? Moet ik hem de kietel doodgeven? De kietel dood? Oh, de kietel dood. Trappenmuisje is klaar. Hij is wel heel mooi, ja. Hij is echt ziek, hè? Ja, leuk gedaan. Trappenmuisje! Muizentrapje bedoel je? Oh, ja, muizentrapje. Trappenmuisje. Ja, hij is super mooi. Hallo! Oké, hallo! Hallo! We gaan even een trucje laten zien. Ja, we weten dat je er bent. Gaan we deze laten vallen? Kom hier tillen? Laten vallen? Ja? Nee, joh, gek joh. Waar? Ga je hem echt laten vallen, zei het? Wow, dit is precies onze tegel, of niet? Ja. Ga je hem echt laten vallen, zei het? Ik hoop zo erg dat ik kapot ga. Nee! Niet zeggen. Kan dit echt? Ja, hij is gek. Nou, dit is dus de tegel. Deze tegel die krijgen wij ook in de badkamer. Precies deze, ja. En als je hem laat vallen, dan hij zegt dat hij heel blij is. 3, 2, 1. Nee. Oh, joh. Echt waar? Is hij nu niet kapot? Nee. Heel nou eens op dan. Ja, het klonk heel erg kapot. Zo, het is lijp hoor. Ja, dit... nou, het klonk niet kapot, maar zo zwaar. Wow! In de praktijk. Wanneer doe je dit? Ah, soms als je een keer wegloopt en je laat het. Oh, dus stel voor best aan het praten. Ja. En wij denken, we moeten afvallen bij. Nee. Ja, kom, gaan. We gaan wel even. Dit is een klap erger. Ook hoor. Oh. Dit is nog erger. Oh, ziek man. We hebben de kwaliteit testen met deze. Til me nou eens nog een keertje op dan. Dan weet je echt zeker dat. Ja. Dit is de 10e keer al wat ik heb gedaan met deze tegel hoor. En nu zoek ik even mee. Bizar hoor, moet je nou eens kijken man. Gelukkig weet je wel. Weet je hoe dat komt? Als je hout op de plank laat vallen, dat lucht. Ja, dat lucht, dat zeeft het inderdaad. Dat is waar, maar... Vet. Nou, cool man.
Hij is wel zwaar. Ja, hij is smoken zwaar. Ja, en zo is denk ik net zoveel gewend als ik. Dat is een camera aan zijn hand en ik een microfoon. Meer doen we niet. Het is eigenlijk voor ons al te zwaar. Ik werk inderdaad nooit in het zonnetje. Ik heb het zonnetje geluk dat er dan een standaard staat. Ja, ik moet ook een standaard hebben voor mijn camera. Gigantische plaat. Goed. Nou, dit was even een lachen test, dames en heren. Maar dit is dus de tegel die wij ook krijgen in de woning. Dus dat is echt top. En we gaan eten. We gaan wokken. Wokkie wok. We gaan wokken. Ga ik even mee wokken. We gaan even lekker smikkelen, dames en heren. Ik heb hier een partijtje lekkere wok op mijn bord liggen. Ik heb hier een speciaal bord voor de satésaus en de mini lumpia satétje. Nou, we hebben allemaal lekker te eten. Eet smakelijk. Wel gezellig zo in één keer met jullie erbij. Ja, nou, top, hè? Ja. Top, hè? Ja. Eet smakelijk. Dankjewel voor de uitnodiging. Geen probleem. Dank leuk je dat je een keer aannam. Wordt gewaardeerd. Ja. Hij heeft me zo vaak meegevraagd naar de wok. Ja. En Marion zegt ook, zullen we een keer naar de wok? Nee, we gaan lekker naar huis, gaan we daar eten. Ja. Maar ja, Marion wil het ook heel graag. Het is jouw avondje dan, hè, in één keer. Jouw kinderfeestje. Ja, kijk, alle kinderen zijn gekomen. Want één keer de McDonald's met jouw verjaardag. Gingen we met de hele bovendieping. Ja, dat was lachen. Toen gingen we naar de McDonald's, hadden we de hele bovendieping voor de verjaardag. Dat was lachen. Nou goed, we gaan even lekker smikkelen. Zo, dames en heren. Wij gaan lekker naar bedje toe. Ik ben helemaal gesloopt van dit weekend. Ongelooflijk, maar het was wel hartstikke gezellig. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Check jullie heel graag morgen. Bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.